U kunt het zich waarschijnlijk nog wel herinneren. In 2004 had de politie in Den Haag een complete dag nodig om de terrorismeverdachten Jason W. en Ismail A. te arresteren in het Haagse Laakkwartier. Om te voorkomen dat dat opnieuw gebeurt, werd daarna een nieuwe terrorisme-eenheid in het leven geroepen. De dienst Speciale Interventies. Binnen de dienst werken Defensie en de politie samen. Over de dienst is weinig bekend, behalve dat ze nu een jaar actief is en het afgelopen jaar 20 keer optrad. Netwerk kreeg in de persoon van Johan Eikelboom exclusief de gelegenheid om mee te gaan met de nieuwe dienst en 4 dagen lang trainingen van dichtbij te volgen. Politie! Politie! Het is in ieder geval meer als 20 maal is zij in de operatie geweest. Lekker al op je rug! We filmen nu ook enkele van jullie oefeningen. Wat vind je daar dan eigenlijk van? Nou, voor mij persoonlijk hoeft dat niet. De dienst Speciale Interventies bestaat nog maar een jaar. Weinig mensen weten van hun bestaan. Mannen en vrouwen in het zwart die ingezet worden als er groot gevaar dreigt. Een nieuwe speciale antiterroristeneenheid. Samengesteld uit verschillende bestaande eenheden. Netwerk mocht exclusief een paar dagen meelopen tijdens een training. De DSI heeft de wettelijke verplichting gekregen om binnen een uur overal in Nederland te plaatsen te zijn, daar waar zij nodig is. Het is een hele slimme organisatie. We zijn eigenlijk voorbereid op elk soort terrorisme. Netwerk volgde 4 dagen lang de DSI onder strikte begeleiding. Veel zaken mochten niet gefilmd worden, want terroristen zouden hun voordeel met de beelden kunnen doen. We willen geen geheime organisatie zijn en zo willen we ook niet overkomen. Toch mochten we een aantal oefeningen laten zien. Hoe gaat deze nieuwe eenheid nu eigenlijk te werk? Om te laten zien waar Nederland op voorbereid is en wat Nederland kan. Zonder het primaat te leggen op te veel geweld. Niemand van de DSI mag herkenbaar in beeld. Het risico om door de verkeerde mensen herkend te worden moet absoluut uitgesloten worden. Er kan natuurlijk allerlei vervelende situaties kunnen zich dan zeg maar, met het gezin... Mensen die wraak willen nemen. Ja, bijvoorbeeld. Schutters, verbinding. Genomen. Politie! 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 De dienst Speciale Interventies is opgezet om mogelijke dreiging van terrorisme in de kiem te smoren. De leden van de eenheid komen uit de Nederlandse arrestatieteams of vanuit Defensie. Gescout op hun vaardigheden en persoonlijkheid. Bij de DSI werken eenheden van politie en Defensie nauw samen. De dienst kan beschikken over veel informatie, technologie en experts op vele gebieden. Volgens het hoofd van de DSI is de nieuwe eenheid erg belangrijk, omdat terrorisme sterk veranderd is. Op dit moment is het meer, dan moet u denken aan zelfmoordterroristen, hit-and-run operaties. Als u kijkt naar Madrid, zijn korte snelle acties. Londen, korte snelle acties. Ik kan me voorstellen als mensen dit zien, dat ze denken, nou als dit nodig is, dan is er dus wat aan de hand. We hopen natuurlijk dat het Nederland voorbij gaat, maar ik kan het niet uitsluiten. De nieuwe eenheid wil zich vooral onderscheiden op het gebied van slimheid. Een juiste combinatie van informatie, snelheid, samenwerking en technologie. Ja, op dit moment vaart er een schip van Hallingen naar Delfzijl. Er zitten 3 gewapende lui aan boord. Tevens hebben ze prototype ook hier aan boord kennelijk. En het is de bedoeling dat wij het schip onder controle gaan nemen en gaan overdragen aan het onderzoeksteam. De DSI vormt samen met de unit Interventie Mariniers en de arrestatieteams van politie en Marseillais het stelsel van speciale eenheden. Deze eenheden worden ingezet in zeer gevaarlijke en bijzondere situaties. Het moet snel, verrassend en overrompelend zijn, zodat je soms slachtoffers te maken de zaak kunt overnemen. Daar gaat het eigenlijk om. Vooral het voorkomen van geweld en slachtoffers is een van de belangrijkste doelen tijdens een actie. Naast het tegengaan van terrorisme kan de eenheid ook ingezet worden voor het bestrijden van grof geweld of aanhoudingen op zee.
Maar dit is Nederland, hè? Komt het nu vaak voor in de praktijk dat jullie zo'n soortgelijke actie moeten ondernemen? Nee, in het verleden heeft het plaatsgevonden. Het zal niet dagelijks plaatsvinden natuurlijk. Maar het gebeurt wel? Het gebeurt wel. Hoe kan de DSI de huidige vorm van terreur tegengaan? We monitoren feitelijk de hele wereld af op intelligence gebied. Om te kijken van wat hebben wij te verwachten. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld. In Irak worden nu bijvoorbeeld bepaalde bermbommen gebruikt. Daar heb u al van gehoord, van die aanslagen. De verwachting is dat als de oorlog in Irak over is, dan moeten we niet uitsluiten dat zulk soort mensen die die aanslagen daar plegen, mogelijk naar Europa en zelfs naar Nederland komen. Om daar een afdoende antwoord op te geven, zijn we ons daar nu al op aan het voorbereiden. De DSI gaat zorgvuldig te werk. Voordat een actie wordt uitgevoerd, is er eerst een briefing. Hierin wordt alle informatie die er beschikbaar is doorgenomen. We mochten bij uitzondering een gedeelte laten zien. We komen dadelijk uit deze richting aanlopen, koppel 1 voorop. Koppel 1 gaat naar binnen, rechtsaf. Mogelijke locaties van de verdachten, van de Sierra's. Dit zal onze aanlooprichting zijn. Ook komen er specialisten aan het woord die meer over de verdachte kunnen vertellen. Meneer 1 is waarschijnlijk de leider. Echte professional, dus waarschijnlijk ook goed bekend met allerlei wapens. Verdachte 2 die is 2 maanden geleden ontsnapt uit Pieter de Baan Centrum. Hij zat daar vast voor een gewapende overval waarbij iemand omgekomen is. Oké, we vragen het. We gaan nu naar het voertuig, gaan ons gereed maken en wachten op de dingen die gaan gebeuren. Hoe vaak is die DSI in dat jaar nu eigenlijk in actie gekomen? Ja, u begrijpt dat wij daar niet alles over willen zeggen, maar het is in ieder geval meer als 20 maal is zij in operatie geweest. Meer dan 20 keer? Meer dan 20 keer. De situaties waar jullie op ingezet worden, dat zijn eigenlijk toch dé gevaarlijke situaties. Dat moet toch iets met je doen? Ben je dan wel eens bang? Bang is niet het juiste woord. Ik denk dat er inderdaad wel een gezonde dosis spanning is. Maar dat is ook iets wat je scherp maakt en scherp houdt. Jullie moeten toch af en toe naar situaties waar anderen misschien tekort zullen schieten. Ja, waarschijnlijk wel. Tijdens deze oefening traint de DSI in een speciaal oefendorp in de polder van Groningen. Kijk, dit is mijn informatie. We zeggen de politie, we daar houden. Overval, gewapende overval. De informatie die de DSI verzamelt is van cruciaal belang. En daarom werken ze samen met andere Europese antiterreureenheden. Meneer, hoofd naar voren. DSI is voor Nederland. Alleen de informatie die wij gebruiken, die is wereldwijd. Maar opereert de DSI zelf ook internationaal? De minister van Justitie die bepaalt waar de DSI opereert. En dat kan dus ook buiten de grenzen zijn?
Als er Nederlandse opsporingsbelangen in het geding zijn en de minister zou dat bepalen, zou dat kunnen. Als de DSI eenmaal wordt ingezet, is er geen weg meer terug. Wij moeten in feite moeten we alles aankunnen. En dat kunnen we ook. Alles? Alles. Als je het pratend op kunt lossen, dan doe je het pratend oplossen tot eigenlijk het hoogste geweldsmiddel. Naast snelheid en informatie speelt techniek een belangrijke rol bij acties van de dienst speciale interventies. Voor het binnengaan van een pand wordt er eerst goed geluisterd. Er kan dan zelfs door muren heen gekeken worden. Mijn doel is voor de veiligheid van onschuldigen. Ik kijk nu namelijk of er iemand zich achter de deur of achter de muur bevindt. Voordat we explosieven plaatsen en de deur eruit blazen. En hoeveel meter kan je nu door de muur heen kijken? Nu kijk ik tot 10 meter door de muur. De medewerkers van de DSI mogen voor onze camera niet ingaan op de strategie. Wel mogen we van dichtbij filmen hoe ze hun actie voorbereiden. Een ander voorbeeld van het gebruik van techniek tijdens een aanhouding is de inzet van een robotcamera. Op die manier hoeven er niet onnodig mensenlevens op het spel te worden gezet als er dreiging is van explosieven. De eenheid beschikt ook over speciale pakken. Mocht er een aanslag zijn met chemische, biologische, radiologische of nucleaire gassen, kan de DSI probleemloos ingrijpen. De meest bekende daarvan is bijvoorbeeld het gebruik van sarin in de metro van Tokio. De DSI is daarvoor op voorbereid en is daarvoor de enige eenheid in Nederland die in dergelijke situaties zal en kan optreden. De DSI staat onder het gezag van het Openbaar Ministerie. Voor elke actie moeten ze toestemming hebben van de minister van Justitie. Hierdoor is de leiding centraal en kan de DSI zeer snel worden ingezet als er iets aan de hand is. Het kan van de een op de andere dag kan het zo omslaan. En dan ben je denk ik blij dat je een eenheid als deze achter de hand hebt. De politie heeft deze reportage voor uitzending gecontroleerd op onderdelen die de veiligheid van de dienst in gevaar kunnen brengen. Morgen.